Donderdagmiddag werd er weer gehandeld met gesloten beurs tijdens de 7e editie van de nieuwe Gijnse beursvloer. De beursvloer maken we matches tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven. Maar dan niet met geld, maar dan met kennis, materiaal, kunde. Zodat we prestaties ook tussen de maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben over en weer. Beursvloer werd ondersteund door nieuwe Gijnse wethouders. De gemeente vindt het heel belangrijk dat die kracht van de samenleving er is. Hè, dat mensen dingen met elkaar organiseren. Dat er maatschappelijk ondernomen wordt. Hè, dus binding tussen het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven. Er werden een hoop verschillende matches gemaakt. Het evenement overtreft dit jaar dan ook het aantal bezoekers in vergelijking met de voorgaande jaren. Ja, ieder jaar wordt het drukker. Daar zijn we heel erg trots op. We zitten zo rond de 200.000 euro aan maatschappelijke waarde. Wat er hier uitgewisseld wordt op de beursvloer.